De stichtingen Sranang Boeroe en Boeroe Komakandra hebben vanmorgen authentieke stukken van de boerenkolonisten in Suriname overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname. De documenten zijn ter bewaring overhandigd om dat deel van de geschiedenis op te slaan in het archief. Boeroes zijn de in Suriname wonende nazaten van Nederlandse arbeiders en boeren die halverwege de 19e eeuw naar Suriname trokken. Blanke Nederlanders die lange tijd in Suriname wonen en zijn geïntegreerd in de samenleving worden meestal ook boeren genoemd. Volgens nationale archivaris Rita Chingfu geven deze authentieke stukken een beeld van hoe de boerenkolonisatie was. De boerenkolonisatie heeft plaatsgevonden in 1845. En deze boeren hebben zich gevestigd op Voorzorg in het district Saramaka. Heel belangrijk. Het is niet alleen belangrijk voor de boeren, voor de nakomelingen van de boeren, maar ook voor Suriname. Surinamers en natuurlijk historici en anderen die zeggen vaak, er wordt weinig geschreven over onze eigen geschiedenis. Wel nu, deze authentieke documenten geven ons eigenlijk de tools om onze eigen geschiedenis te beschrijven en eventueel ook te herschrijven. En ik ben blij dat de vertegenwoordigers van de stichting, zowel hier in Suriname als in Nederland, het besluit hebben genomen om deze documenten in bewaring af te geven aan het Nationaal Archief Suriname. De authentieke documenten worden gescand en openbaar gemaakt voor het publiek voor zowel binnen- als buitenland. De stichtingen hebben de stukken aangekocht op een internationale filatelistische veiling. Het gaat om originele brieven die dateren van 1844 en 1845. Erik Rijsdijk, voorzitter van de stichting Sranang Boeroe, is ervan overtuigd dat zij de juiste stap hebben gezet om de stukken over te dragen aan het Nationaal Archief Suriname. Vandaag geven de beide stichtingen voor onbepaalde tijd de beide brieven in bewaring aan het Nationaal Archief Suriname. In de volle overtuiging dat het NAS de juiste plek is voor deze historische brieven. Zij hebben de expertise en de faciliteiten om ze voor ons land te bewaren. Onze speciale dank gaat uit naar de donateurs die dit financieel mogelijk gemaakt hebben. Want zo'n postzegel blijkt toch verdomd duur te zijn. Hartelijk dank voor de overhandiging van de authentieke documenten. Het zijn brieven uit 1844, dus zijn echt authentiek en kostbaar. En ik geef u de verzekering dat het Nationaal Archief Suriname dus deze documenten zal scannen en ook beschikbaar zal stellen aan het publiek. Trouwens, u weet het al, onze medewerkers van onze restauratieafdeling heeft reeds de eerste restauratiewerkzaamheden aan deze brief verricht. Rita Chingfu, nationale archivaris, en daarvoor Erik Rijsdijk, voorzitter van Stichting Sranang Boeroe. Zij spraken vanmorgen tijdens de overhandiging van authentieke stukken van de boerenkolonisatie in Suriname.